WTV Magazine is veranderd en heet voortaan Weert Magazine. Een nieuwe opzet met een vernieuwde look en feel. De verhalen over interessante mensen uit onze regio blijven. Human interest met emotie en beleving. Deze maand in het Weert Magazine een openhartige wethouder Geert Gabriëls. Iris van de Zanden stopt bij de Bonten Orange. En een special over 25 jaar Weert TV. Weert Magazine verschijnt dit weekend in meer dan 30.000 brievenbussen. Let op, vanaf deze maand wordt het blad niet meer bezorgd met het zondagsnieuws, maar valt het apart in uw bus. Weert Magazine, het blad dat verbindt. Dit is het Weersjournaal van donderdag 27 november met vandaag onder meer... Wethouder bemiddeld in conflict Molen en Rabobank samen sterker. Alle raads- en commissieleden krijgen toch een iPad voor hun werkzaamheden. De besluitvorming over de aanschaf van de computerapparatuur had gisteravond tijdens de raadsvergadering wel wat voet in aarde. Moest het een laptop of iPad worden? Die discussie werd gisteravond lange tijd gevoerd tijdens de raadsvergadering. De gemeente Weert wil het papiergebruik aanzienlijk verminderen. Het is de bedoeling om per 1 januari alle stukken post digitaal te versturen. Het college van BMW stelde voor de aanschaf van computerapparatuur een bedrag van €34.000 ter beschikking. Dit houdt in €1.000 per raads- of commissielid voor een iPad of laptop, plus toebehoren en onderhoud. Tijdens de raadsvergadering bleken enkele raadsleden echter geen iPad te willen, maar een laptop. Het wordt echter toch een iPad, want de gemeente Weert schafte onlangs de applicatie gemeenteoplossingen aan voor raadsleden. Hiermee wordt informatie met betrekking tot vergaderingen binnengehaald. En deze app is enkel toegankelijk via een iPad. Alle partijen waren het over eens dat de aanschaf van de tablets goedkoper kan. En dat betekent dat de kosten van gebruik en onderhoud van de iPad nu voor rekening komt van de raadsleden. Hoeveel het uiteindelijk bespaart, is niet duidelijk. Gisteravond werd tijdens de raadsvergadering ook gesproken over een nieuw vast te stellen bestemmingsplan voor de Wilhelmus Hubertusmolen. Hieruit is naar voren gekomen dat wethouder Van Eersel binnenkort in gesprek gaat met beheerders van de molen en omwonenden. De wethouder treedt op als mediator om de onvrede tussen beide partijen uit de wereld te helpen. De molen is onlangs verbouwd en de eigenaren willen hier een restaurant exploiteren en het gebouw tevens gebruiken voor feesten en bijeenkomsten. Omwonenden vrezen echter geluids- en parkeeroverlast in de nabije omgeving en tekenden bezwaar aan tegen het voorstelbestemmingsplan. Zij willen dat alvorens het bestemmingsplan wordt goedgekeurd, eerst de overlast in de omgeving rond de molen in kaart wordt gebracht. De wethouder liet tijdens de raadsvergadering echter weten dit geen goed idee te vinden. Hij gaat met zowel omwonenden als met de eigenaren van de molen in gesprek om tot een vreedzame oplossing te komen waarmee beide partijen kunnen leven. Ook de gemeenteraad kon zich hierin vinden en keurde vervolgens het bestemmingsplan toe. Dit slaat exploitatie horeca toe in de molen en aanleg van een parkeergelegenheid. Laar dorp. Maar de dorpsraad is bang dat Laar langzaam opgaat in stedelijk gebied en daardoor het eigen identiteit en het dorpse karakter verliest. De dorpsraad wil graag een waarborging van de gemeente op schrift, maar die ziet daar geen aanleiding toe. Laar ziet het nieuwe woongebied Laarveld en Kampershoek 2.0 gevaarlijk naderen. De dorpsraad is bang dat Laar het dorpse karakter gaat verliezen en opgaat in een stedelijk gebied. In een brief aan de gemeente vraagt de dorpsraad een bevestiging van Laar als kerkdorp. Maar volgens de gemeente staat de identiteit van Laar helemaal niet ter discussie en is het dorpse karakter voldoende gewaarborgd in ruimtelijke plannen en visiedocumenten. De bevestiging die Laar vraagt heeft bovendien geen bindend karakter. Het is de gemeenteraad die de visies maakt en die heeft het laatste woord. De dorpsraad hoeft zich dus geen zorgen te maken. Wel adviseert de gemeente om via de geëikte kanalen invloed te blijven uitoefenen op de toekomstige visievorming over Weert en Laar. Dat kan door bijvoorbeeld te participeren in klankbordgroepen, informatieavonden te bezoeken of door gebruik te maken van inspraakmogelijkheden die de gemeente biedt.
En de gemeente is ervan overtuigd dat de dorpsraad op deze manier kan bijdragen aan het behoud van het dorpse karakter van Laar. De Rabobank Weerterland en Kralendonk verdeelde gisteravond maar liefst 75.000 euro aan 298 verenigingen en stichtingen in de nieuwe sponsoractie Rabobank Samen Sterker. De uitreiking vond plaats in de businessclub van BSW. En Rabobankleden hebben zelf gestemd. En de meeste stemmen, en dus het hoogste bedrag, ging naar het Toon Hermanshuis Weert. Het verdient ontzettend veel lof. Voor het eerst voerde de Rabobank dit jaar de sponsoractie Samen Sterker uit. Opzet van de actie is om niet alleen geld te geven, maar ook verenigingen sterker te maken door de onderlinge samenwerking te bevorderen. Via het stemmen hebben de leden zelf invloed uit kunnen oefenen op de verdeling van de gelden. In totaal was er 75.000 euro te verdelen. Elke stem was 2,58 euro waard. In de Business Club BSW werden de prijzen gisteravond uitgereikt. Het hoogste bedrag en dus ook de meeste stemmen ging naar het Toon Hermanshuis Weert. De stichting kreeg maar liefst 661 stemmen, die goed zijn voor een bedrag van ruim 1700 euro. Op de tweede en derde plaats eindigde de oude vereniging de Sint-Willibrodus en kinderboerderij het Bele Erfke. De volledige uitslag van de sponsoractie vindt u op onze website. En de Rabobank Weerterland en Kralendonk kijkt tevreden terug op de sponsoractie. Daarom gaan ze uit van een vervolg in 2015. En al bekend is geworden dat dan een bedrag van 100.000 euro te verdelen valt. En dan nu een aantal korte berichten. Hierin een donatie van de burgemeester aan de voedselbank en het Dorisontbijt bij de HEMA. Vanmiddag doneerde burgemeester Heijmans in bijzijn van een aantal Beekstraat-ondernemers een symbolisch bedrag voor de voedselbank. De inzamelactie is een initiatief van de Beekstraat-ondernemers. Op elke toonbank staat een voedselbank spaarpot. Het idee komt van ondernemer Andy Wijnen van Denvin. Hier overhandigt de burgemeester ook zijn donatie. De spaarpottenactie duurt tot 20 december. En dan wordt de inhoud van alle spaarpotten overhandigd aan de penningmeester van de Weerter Voedselbank. En vanochtend vond er een opmerkelijk ontbijt plaats bij de HEMA Weert. Het restaurant stond helemaal in het teken van de musical Een avond met Doris. Een voorstelling over het alombekende alter ego van cabaretier Tom Manders. Wie verkleed kwam als Doris maakte kans op vrijkaarten voor de voorstelling op zaterdag 6 december in het Muntheater. En dit weekend verschijnt het Weert Magazine weer. En deze editie staat naast de gebruikelijke rubrieken voor een groot deel in het teken van 25 jaar Weert Televisie. Maar liefst 10 pagina's zijn gereserveerd voor het 25-jarig jubileum van Weert Televisie. Onder meer wordt teruggekeken hoe Weert TV ooit van start ging. Enkele personen die in het verleden veelvuldig in beeld kwamen of medewerking verleenden aan uitzendingen en items komen aan het woord. Ook enkele oud-medewerkers vertellen over hun ervaringen met WTV door de jaren heen. In Hoe is het nog met Gerrit van der Linde, de oprichter van Weert in Beeld en Weert Televisie. En tenslotte doen we uit de doeken hoe een journaal tot stand komt en stelt het huidige team zich aan u voor. Maar in deze editie van Weert Magazine komen ook de gebruikelijke rubrieken weer aan bod. Het hoofdstuk is voor Weerter wethouder Geert Gabriels. In op weg naar Weertenaar Kjeld Schicht, die samen met zijn vrouw een surfschool runt in Costa Rica. In Even Bijpraten komt Iris van der Zanden aan het woord, die voor het laatste keer meedoet aan de bonte oventje van de Rogstekers. En wat te denken van Chantal Poel, die een verzameling heeft van zo'n 1700 Barbies. Kortom, het is weer een gevarieerde editie van het Weert Magazine. Komende zaterdag start de voorverkoop voor de bonte familiemiddag van VV de Rogstekers. Deze zijn te verkrijgen bij het Muntheater. Maar wat blijkt? Sinterklaas en zijn Pieten blijken al een doos met kaartjes in bezit te hebben. Kortom, je kunt de kaartjes voor de familiemiddag ook gewoon op je verlanglijstje zetten. Oh Piet, wat moeten we hier nou mee? Ik weet het niet. Nog één? Vijf. En nog één? Hier vijf. Oh, en we hebben al een hele stapel verlanglijstjes binnengekregen. Piet, we hebben een probleem. Dit gaat niet goed. Groot probleem. Wat moeten we nou? Ik denk dat we even moeten bellen met Sinterklaas, Piet. Dat is een goed plan. We gaan Sinterklaas bellen. Ik kijk even verder, hè. Ja, weer eens 3. Ik zit al op 50. Waarom neemt hij nou niet op? Met Sinterklaas? Ah, Sinterklaas. Ja, met Piet. Welke Piet? Welke Piet? Ja. Gewoon Piet. Oh. Sint, luister.
We hebben een probleem. We krijgen ontzettend veel aanvragen van kinderen uit Weert voor een kaartje van de Bonte Familiemiddag. De Bonte wat? De Bonte... Dat kent u toch wel, Sinterklaas? De Bonte Familiemiddag. Wanneer? Wanneer die is. Ja. Op zondag 11 januari en zaterdag 17 januari. En waar? Ja, Sinterklaas, waar? In de Munttheater natuurlijk. Oh. Ja, maar we hebben nooit genoeg kaartjes om alle kindjes een kaartje te geven, Sint. Wat moeten we daar nou mee? Kijk eens op een website van Munttheater. Wat? De website van het Munttheater. Ach, ja. De website van het Munttheater. Kijk even, Piet. Ja, we zoeken meteen even op. Misschien aan de kassa van Munttheater. Of aan de kassa, Sinterklaas. Aan de kassa van het Munttheater. Ja, natuurlijk, dat is een idee. Maar wat kosten de kaartjes? Wat ze kosten, dat maakt toch voor Sinterklaas niks uit, Sint. Nee, nee. Maar goed, ze kosten 6 euro. Nou, dat ja. is niet veel. Nee, voor dat geld hoef je niet te laten, inderdaad. Nee, nee. Dus we gaan ze bestellen. Ja, we gaan weer aan de slag, Sinterklaas. Doe dat maar. Ja. Wilt u zelf ook gaan? Wat er te doen is? Ja. Nou, Sinterklaas, het is een hele leuke middag. Met leuke sketches, dans, muziek. Ja, we moeten er naartoe. Goed idee. Dat is een goed idee. Ja. Ja. Maar ja. Kunnen wij daar wel allemaal binnen? Ja, Sinterklaas, dat doet er toch allemaal niet toe. Oh. Wij gaan kaartjes bestellen en we hebben het er straks nog wel even over. Nou, goed, ja, ja, we gaan er mee aan de slag. Dag, Sint. Dag. Nou, we gaan ze bestellen, Piet. Kom, laat gaan. Dus geen wijsbichter. Roosje, Sinterklaas. Kaartjes voor de Bonte Familiemiddag 2015. Op zondag 11 of zaterdag 17 januari. 2 uur in het Munttheater. Het belooft weer een hele afwisselende middag te worden. Met veel lachen en met zingen en dansen. Dus kijk voor meer informatie op de website van de Rockstekers. www.rockstekers.nl of op de website van het Munttheater. www.munttheater.nl. Vier zinnels. Op de Bonte Familiemiddag 2015. En ook deze maand zijn we te gast bij Bex IT Services. Goedemorgen, voor het item van vandaag zijn we onderweg naar een van jouw relaties. Waar gaan we naartoe? We gaan op bezoek bij Helmoes Roost van Roostolieën in Nederweert. En daar verzorgen we al jarenlang de IT. En die hebben onlangs een aantal leuke uitbreidingen gedaan. Onder andere ook met IT-zaken. Dus we gaan eens met hem in gesprek. Ja, veel mensen kennen Roost van het hier langs rijden en het tanken. Maar wat doet Roost allemaal eigenlijk? Roost Olie is een bedrijf wat een regionale functie heeft in de brandstofhandel en smeermiddelen. En we hebben een druk bezocht tankstation hier aan de Venhoekseweg in Nederweert. Op dit moment zijn we heel erg druk met de verkoop van brandstoftanks, omdat de wetgeving aangeeft dat per 1 januari 2015 alle bovengrondse brandstofinstallaties in Nederland moeten voldoen aan een Kiwa-keurmerk. En die gaan jullie dan vervangen zelf of jullie leveren alleen de tanks? Wij leveren de tanks eigenlijk door het hele land. Dus we zijn een Kiwa-erkend bedrijf. Om installaties op deze tanks te bouwen. Voornamelijk hebben we dat eigenlijk gedaan om onze eigen klanten te kunnen bedienen. Maar als iemand uit Friesland zegt van ik wil een tank bij jullie kopen, zullen wij geen nee zeggen. Ja, en ik zie hier ook een nieuwe tankstation, speciaal voor vrachtauto's. Waarom is daarvoor gekozen? We hadden een beetje een luxe probleem aan ons oude tankstation, zal ik maar zeggen. Het werd te druk. We hadden veel vrachtverkeer wat hier gebruik maakte van onze pompen. En dan krijg je toch dat mensen door gaan rijden omdat ze bang zijn. Oh, wat is het druk? Grote vrachtwagens. En die hebben we nu gescheiden. De vrachtwagens tanken nu opzij en de personenauto's op het voorterrein. En ik zie hier op deze tankstation ook staan diesel en AdBlue. Wat wil dat zeggen, AdBlue? AdBlue is iets wat vrachtwagens extra tanken om de uitstoot van schadelijke stoffen, zeg maar, uit de uitlaat zoveel mogelijk te beperken om aan de Euro 5 norm te voldoen. AdBlue is een apart reservoir en dat wordt in het uitlaatsysteem geïnjecteerd zodat de vrachtwagens eigenlijk brandschoon rondrijden in Nederland. En zijn er nog meer veranderingen? Nou, we hebben het bestaande tankstation natuurlijk een beetje aan de tijd aangepast.
We hebben de pompen vervangen, want die waren echt versleten na zoveel tijd. En we hebben de shop vergroot. We hebben een Delifrance ingebouwd. En we kunnen misschien even gaan kijken. Oké, doe maar even door. Ja, een Delifrance is natuurlijk een bekend begrip. Ja, we hebben in onze shop een shop in de shop gemaakt. Een Delifrance, waar je lekkere verse broodjes kunt kopen. Lekkere verse koffie. 'S Ochtends om 6:30 is het al open, zal ik maar zeggen. Tot 's middags een uur of 4. En het is heel lekker. Zeg, het tankstation heeft ook nog het grote voordeel dat het hier de hele dag bemand is. En ook in het goede zicht. Dat is voor veel mensen ook een pre. Ja, het tankstation is 24 uur bemand. Er zit altijd iemand achter de balie. We hebben nieuwe LED-verlichting aangebracht. Mooi verlicht. Je kunt hier veilig tanken, 24 uur per dag. Ja, en nu is ook free wifi. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dat is de vraag uit de markt, zal ik maar zeggen. Iedereen wil free wifi natuurlijk. Dat wilden wij ook op ons tankstation realiseren. En omdat Wex IT Services onze partner is in alle ICT-vraagstukken die we hebben. Het moet ook weer binnen het netwerk geplakt worden, zal ik maar zeggen. Dus het was nog niet zo simpel. We hebben naast de kassasystemen die in het netwerk opgenomen moeten worden, onze administratie. En het is toch een heel complex geheel. Wex heeft dat opgepakt en prima verzorgd. Godin, zie je dat steeds meer dat bedrijven dat willen aanbieden, free wifi, aan hun klanten? Ja, want ik denk dat iedereen tegenwoordig online wil zijn, ongeacht waar die is. En de firma Roos heeft een behoorlijk terrein hier. Er komen ook veel mensen langs. Dus ik snap heel goed dat ook een tankstation wifi wil aanbieden. En dat past natuurlijk in de totale dienstverlening die wij neer willen zetten als IT-bedrijf. Dat welke vraag je ook hebt, dat wij die invullen.